Ja, ik wil jullie even meenemen in een verhaal over scheidsrechters. Ja, het gaat over iemand die altijd voor mij werkte in de productie, vroeger, voor Pisa en Verona. En die belde ik op en die zei tegen mij, er is mij iets heel raars overkomen. Ik loop laatst op de trap en boem, ik val neer, herseninfarct. Ziekenhuis, allerlei behandelingen gehad. En wat bleek aan het eind van het verhaal, hij had een beetje een rare voet, dus hij liep een beetje raar. Dus ik zeg tegen hem, nou dan kan je je gelijk melden bij John Cleese, bij de Ministry of Funny Walks. En hij zei van ja, en ik kan niet zo goed meer schrijven met mijn hand, en dat doet het ook allemaal niet zo goed meer. En daar zat hij een beetje over te klagen. En toen vertelde ik hem dit, vrienden. Toen zei ik tegen hem, ik zei, luister nou. Ieder mens heeft zijn eigen scheidsrechter. Ja, zo zie ik dat. En sommige scheidsrechters, er zijn thuisfluiters. Er zijn vervelende scheidsrechters bij. En je hebt leuke en goede scheidsrechters. Dat is een groot arsenaal aan scheidsrechters. Die verdeeld zijn over de mensen. Ik zeg, en jij valt neer op die trap. Jij moet helemaal niet klagen. Ik zeg, want jij had dus een hele goede scheidsrechter. Ja, want die scheidsrechter die had op dat moment dat jij neerviel, had hij ook kunnen zeggen, tuut tuut, 90 minuten, het is klaar. En dan was het afgelopen geweest voor jou. Ja, zo gaat dat voor heel veel mensen. Maar je kan ook de scheidsrechter hebben. Die kijkt op zijn horloge. En of die hoort in zijn oortje. Nee, we hebben nog extra tijd. Nee, we spelen nog 5, 6, 7, 8, 9 minuten door. En die had jij. Jij had die scheids. Ja, die scheids had jij van, oh, nee, u krijgt overtime. Ja, dus ik zeg, wat klaag je nou? Je mag helemaal niet klagen. Jij hebt overtime gekregen. Jij had die goede scheids. En zo, vrienden, moet je naar de dingen in het leven kijken. Het kan soms allemaal heel erg tegenzitten met gezondheid of wat dan ook. En dan kan je er toch nog redelijk uitkomen. Ja, dan moet je maar denken van, ik ben er nog. Ja, ik doe nog mee. Ja, je had ook weg kunnen zijn. Ja, en dat is dan allemaal niet het geval. En in zulke gevallen moet je niet klagen, dankbaar zijn en denken bij jezelf, ik had een goede scheids.